In april en mei zijn er honderdduizenden bonte strandlopers op de Wadden. Dan komen verschillende ondersoorten van deze kleine vogels samen. Net gearriveerd zijn groepen uit Afrika. Die hebben er een kleine 5000 kilometer op zitten. Met zijn 50 gram gewicht en 20 centimeter lengte een prestatie van wereldformaat. Ze voegen zich bij de bonte strandlopers die in het Waddengebied overwinterd hebben. Hier komen al die bontjes, een koosnaampje voor deze vogels, op krachten en vetten ze op. Ze schuiven mee met het tij, dicht op elkaar gepakt. Ze wachten tot het water weer zakt. En dan gaan ze weer bunkeren, dag en nacht, zo lang en zoveel ze kunnen. Meer dan een miljoen bontjes gebruiken de Waddenzee als bunkerstation. Over een paar weken zijn ze opgevet. Dan trekken ze naar het verre noorden om te broeden. De bonte strandlopers die hier overwinterd hebben, gaan naar Noord-Scandinavië en Noord-Rusland. Die uit Zuid-Europa en Afrika trekken naar Groenland, IJsland, Schotland en Zuid-Scandinavië. Het Waddengebied, van levensbelang als schakel in de voor- en najaarstrek voor de bontjes.